Bij baggerwerkzaamheden in de buitenhaven van IJmuiden is men enige tijd geleden op een wrak gestoten van een tweepersoons duikboot, zoals de Duitsers die tegen het einde van de oorlog in dienst hadden. De berging van dit scheepje heeft nogal wat moeite gekost. 12 uur lang zijn om te beginnen duikers boven het wrak aan het werk geweest. Een 4 meter dikke zandlaag moest worden weggezogen voordat het scheepje vrij kwam te liggen en er kabels omheen konden worden gelegd. Een drijvende bok heeft daarna nog enige tijd werk gehad om het duikbootje te lichten. Deze tweepersoons onderzeeër had een gewicht van 14.000 kilo. Evenals de andere die na de oorlog zijn gevonden of buitgemaakt, was ook deze uitgerust met een snuiverapparaat, waardoor hij lang onder water kon blijven. De boot die 2 torpedo's kon meevoeren was daardoor, en ook omdat hij klein was, een zeer gevaarlijk wapen. Nu is hij dan, zoals zoveel van het voormalige Duitse oorlogstuig, bestemd om als schroot te dienen.